Ivo Jaspers kondigde onlangs aan dat er een nieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw op komst is en deed een oproep aan geïnteresseerde boeren. Dit is iets wat ze al twintig jaar doet. Echter, volgens Paarty lijkt de glans van het programma toch wat te zijn afgenomen. Waar Ivo voorheen moeiteloos meer dan 3 miljoen kijkers trok, moet ze het nu doen met ongeveer de helft. Hoewel dit nog steeds een aanzienlijk aantal is, betekent het ook een aanzienlijke daling. Het lijkt erop dat Ivo niet langer de kijkcijferkanon is die ze ooit was. Haar recente programma Kook van Jou, voor het eerst in jaren een programma zonder boeren waarin ze door het land reist om te koken voor mensen die hulp krijgen van de voedselbank, bleek met amper 500.000 kijkers geen groot succes te zijn. Dit is iets wat Ivo niet gewend is na jaren van succesvolle programma's. De verschuiving in kijkcijfers kan een teken zijn van veranderende voorkeuren bij het publiek of een indicatie van verminderde interesse in Ivo's televisiewerk. Het is echter duidelijk dat ze momenteel te maken heeft met een nieuwe realiteit wat betreft haar programma's en de bijbehorende kijkcijfers.